En daar betreden beide ploegen het veld van Sportpark de Dule, de thuishaven van SV Nieuwkoop, met tegenstander dus Van Nispen, de koploper in de derde klasse A en aanstaand kampioen. Nieuwkoop moet vandaag tegen die koploper resultaat halen, anders is de competitie misschien wel afgelopen voor dit seizoen en haalt men geen prijzen meer en ook geen kans meer op na-competitie en gaat de competitie misschien wel met een nachtkaasje uit. Het heeft nog de ongeslagen status op het eigen terrein, ook na het gelijkspel vorige week tegen Bifert, de nabonoot uit het vuur gesleept. En is vandaag dat ook een goed resultaat. Het gelijke spel dus tegen koploper Van Nispen op het eigen terrein, waar het in de heenwedstrijd eigenlijk kansloos verloor. Met 3-0. Van Nispen in balbezit en het liet eigenlijk vanaf het begin al zien dat het een makkelijk voetballende ploeg is. Hier de combinatie, diep gestuurd. En daar loopt Van de Vlucht achteraan, maar Boekenstein is er eerder bij. En bovendien floot de scheidsrechter voor een overtreding. Opnieuw Van Nispen, met dan aan die rechterkant Cornelissens. Met Zuidervliet bij zich, maar dat is geen last voor Cornelissens. En Boekenstein die heeft het nakijken op deze lop. En dan is het na een kleine 3 minuten al 0-1. En heeft Van Nispen al laten zien waar het op uit is. Namelijk ook goed resultaat halen bij Nieuwkoop. En daarmee Nieuwkoop als, het is geen concurrent, maar in ieder geval van zich afschudden. Zo moeten we het zeggen. En op weg naar het kampioenschap, zoals gezegd. 0-1 dus al in deze fase van de wedstrijd. Een balend Nieuwkoop, je ziet dat. Nieuwkoop wat overigens in de voorbereiding van deze wedstrijd ook nog een teleurstelling moest slikken. Omdat met name Sebastiaan van der Voren als selectiespeler van Nieuwkoop in onenigheid raakte met het technisch kader van de club. Het gevolg daarvan is dat beide afscheid hebben genomen van elkaar. En volgens de verklaring van de club heeft ook Jeffrey Pietersen zich solidair verklaard met Sebastiaan van der Voren. En ook voor hem geldt dus dat het een eindstation is gebleken bij het selectievoetbal van SV Nieuwkoop. Hier nog een poging van Van Nispen. Ivo van der Vlucht die passeert wel Boekenstein, maar ziet de bal ook naast het domein van diezelfde keeper gaan. En dus blijft de stand 0-1. En daarmee is dus de selectie van Nieuwkoop uitgedund, kun je zeggen. Met hier de kans voor Nieuwkoop. En daar zit verdedigend iemand met een geluk tussen. De hoekschop van Dennis Boer. En daar heeft Hensbergen, de doelman van Nispen, wel goed het oog op. De selectie dus uitgedund. Twee spelers is gedag gezegd, zeg maar. Waarbij het voor Jeffrey Pietersen nog niet helemaal duidelijk is of daar nog iets te lijmen valt, zeg maar. Maar Nieuwkoop had ook te maken met een schorsing van Jeffrey van Lid. En die werd vandaag ook nodig gemist. Zeker in die eerste helft waar Van Nispen al zo vroeg op voorsprong kwam. En na een kwartier eigenlijk domineerde in het veld. Alhoewel we wat mogelijkheden zagen van Nieuwkoop. En daar wordt er weer geschoten. Vanaf die 16 meter daar is het toch minder succesvol verdedigd aan Nieuwkoopzijde. En is het Wouter Kok die de bollenstreekbewoners uit de Zilk al op een 0-2 voorsprong zet. Misschien ook wel wat ongelukkig de bal tegen het verdedigende been bij Job Stolk. Krijgt de bal daardoor niet weg en komt de bal gelukkig voor de voeten van Kok. En hij weet daar raad mee en nog geen 20 minuten gespeeld. En dan is de 0-2 stand al op het scorebord verschenen. Nieuwkoop dus nadrukkelijk achter de feiten aanlopend. In verloren positie zal je zeggen, ook als je ziet wat er hier voor een ruimte ontstaat. Waar de bal wel kan worden uitverdedigd, half kan worden uitverdedigd. Via het koppende Rick Pauw. En daar komt ook Boy Vorken niet uit. Is Stolk dan eigenlijk gepasseerd en is Zuidervliet dan degene die de bal op deze manier weer in het spel houdt voor Nieuwkoop. Maar ook dan wordt door Voren de bal weer ingeleverd. Voren, die overigens al na 19 minuten in het veld moest invallen. Omdat Rolands geblesseerd uitviel. Daarvoor was Hogendoren ook al uitgevallen na 9 minuten. En voor hem in de plaats is Frank Velenturreval in het veld gekomen van Nieuwkoop. En daar weer zo'n makkelijke aanval met een balende Boekenstein. Is het daar, even kijken, Annegan, ja natuurlijk. Bob Annegan die van rechts dus die 0-3 op het scorebord brengt.
Heel simpel overstapje en dus daardoor de ruimte. En ook daar had Vijfhuizen eigenlijk op het nakijken. Loopt als het ware in zijn verdedigende rol achter de feiten aan. En een balende voorhand op de voorgrond. En juichende supporters aan Van Nispen zeiden 0-3. Krap, een half uur gespeeld. Een gemiddeld dus van 1 doelpunt per 10 minuten. En dat is een hoog gemiddelde. En dan, wat stelt Nieuwkoop daar tegenover? Ja, dit. Dennis Boer van buiten de 16. Net naast het domein van Hensbergen. Ik geef ietsje te doen hoor. Een wedstrijd op die manier uitvoetballen. Alhoewel, velen turf er wel zin in heeft. En zich mogelijkheden toe-eigent, jawel. Dat had echt wel een wat meer verdiend dan wat het nu was. Hensbergen valt op de bal als het ware. Die net iets te ver vooruit werd gespeeld door Velenturf. Dit was een mogelijkheid voor Nieuwkoop om voor de rust die 1-3 op het scorebord te laten verschijnen. 43 minuten inmiddels is de wedstrijd out. We gaan dus richting de rust. En dan is het voor met name Strating, de trainer van Nieuwkoop, toch al zo geplaagd in aanloop naar deze wedstrijd. En ook in het begin van deze wedstrijd met die blessures en dus die geforceerde wissels. En hoe gaat hij de boel eigenlijk repareren? Nieuwkoop nog een keer met een laatste offensief in de eerste helft. Velenturf probeert die achterlijn te halen. Moet de bal voorgezet worden, dat lukt. Tweede paal. En daar wordt net naast de bal gelopen. Dat levert dan niets op. En dus gaan we naar de tweede helft. En is de rust inderdaad doorgemaakt door Nieuwkoop met name. Met een achterstand van 0-3. En wat valt daar nou nog aan te repareren? Velenturf liep er hard aan te sjouwen. De combinatie met Stolk wordt aangegaan. En dan zien we daar de ingevallen Meertens. Met een hele gave voorzet. Dennis Boer komt er net niet aan. En misschien Vijfhuizen dan met een afstandsschot. Die bal gaat over het doel heen en dus te vergeefs. Boekenstein gevaarlijk uit zijn doel. Koppend buiten de eigen 16 meter, maar het loopt goed af. En ik noemde hem al even. Met rug nummer 14 is daar ingevallen Sam Meertens. Hij maakt zijn debuut in het eerste elftal van Nieuwkoop. Hij viel in omdat Hein Bosma, ook Hein, geblesseerd uitviel bij Nieuwkoop. Een diepe bal naar Dennis Boer. En daar is de 1-3 op het scorebord gekomen. Daar repareert Nieuwkoop dus redelijk snel, in ieder geval in de eerste kwartier van de tweede helft, iets van de achterstand. Daar maakt hij dus zijn 18e alweer voor dit seizoen. En is daarmee clubtopscorer. En ook topscorer in het klassement van 0-1-7-2 Sport. Voegt er weer één toe aan zijn totaal. En brengt Nieuwkoop dus dichter bij Van Nispen met 1-3. Opnieuw Dennis Boer met de vrije trap. Daar ziet de doelman er niet goed uit. Geeft Nieuwkoop dus een hoekschop cadeau. Die leverde niets op. Joris Verwij speelde ook een puikenpartij namens Nieuwkoop met de aanvoerdersband. Omdat, zoals gezegd, Van Lid ontbrak vandaag. En dit is eigenlijk een wanhoopschot. Het doel ver te zoeken. En dus eindigt deze poging van Zuidervliet op het parkeerterrein. Meertens, daar is hij weer. Dennis Boer neemt over. Dan diagonaal gespeeld. En dan krijgt Boy Vork de gelegenheid omdat daar verdedigend bij Van Nispen iets wat moeilijker ging, zeg maar. Maar daar profiteert hij dus enorm van. Neemt aan, kaatst dan tegen een voet van een verdediger terug voor de voeten van Boy Vork. En dan is het vervolgens Kasi uithalen en dus scoren. Ja, en dan is het 2-3. En dan weet je het maar nooit hoe zo'n wedstrijd gaat lopen. Van Nispen die in deze tweede helft geen schim was van de ploeg die het in de eerste helft was. Maar dat geldt natuurlijk ook dan voor Nieuwkoop. Met Velenturf hier nu de poging. En de grote kans om die gelijkmaker te maken. Daar zat Van Hensbergen er net iets beter bij als zojuist. En dat levert dan voor hem die redding op. En niet de gelijkmaker van Nieuwkoop. Dat was de kans. Maar Nieuwkoop heeft nog een aantal minuten om daar wat aan te doen. Nu nog 8 minuten zuivere speeltijd.
om toch die gelijkmaker en dus die ongeslagen status op het eigen terrein vast te houden. Geen overtreding daar in die 16. Nieuwkoop mag door. Daar stond de doelman al klaar om de bal te ontvangen, maar wordt dan toch door een speler verdedigd en ingeleverd bij Job Stolk. Maar Job heeft zijn medespelers niet gevonden en speelt de bal over de zijlijn. Dan Van Nispen nog maar een keertje met hier dan een poging. En daar heeft Boekenstein goed het oog op. Zitten we dus in blessuretijd en is het Nieuwkoop niet gelukt om die gelijkmaker op het scorebord te brengen. Ten opzichte, of als we het hebben over die tweede helft, heeft het dat verdiend. Maar Van Nispen is hier de winnende ploeg. En zij gaan met een 2-3 overwinning terug naar de Zilk. Michel, over het ontbreken van de twee spelers, Sebastiaan van der Voren en Jeffrey Pietersen, heeft de club een verklaring laten horen. Heb jij aan die verklaring nog iets toe te voegen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Laat ik zeggen dat ik het heel spijtig vind hoe het een en ander is gegaan. Als club hebben we bepaalde keuzes daarin gemaakt en daar sta ik 100% achter. En dan inderdaad een opstelling tegen de aanstaand kampioen in deze competitie van Nispen, die dan zonder die spelers moet gebeuren. Ook nog het ontbreken van Jeffrey van Lid, geschorst en wel, en daar moet je puzzelen. Ja, zeker. Ja, dat is, soms is het werk van de trainer niet altijd even leuk. Je komt vrij snel op 1-0 achter en dat maakt het natuurlijk niet echt heel makkelijk. Vervolgens krijg je ook nog twee jongens die binnen 10 minuten, 20 minuten uitvallen met de blessures. Nou, dat wordt het ook niet makkelijker op. Dus een uitdaging, maar goed, dan 3-2 terugkomen. Ja, een heel makkelijk voetballend Van Nispen. Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Ik vind de kwaliteit van Van Nispen dat zij met een relatief matig voetbal, wil ik het niet noemen, maar een wat simpelere speelwijze. De vrije man vaak aan de zijkant weten te vinden, lopende mensen vanuit het middenveld weten te zoeken en altijd rondom die 16 weten te eindigen en daar gewoon best wel wat lengte met zich mee weten te brengen. Dat is een wapen en als zij daar hun speelwijze op weten af te stemmen, dat blijkt dat een hele goede formule is. Maar ik vind voetballend vind ik Van Nispen niet de beste ploeg. Maar wat is voetbal dan? Hè? Want uiteindelijk gaat het om score en rendement. Maar als je echt naar verzorgd voetbal kijkt, dan denk ik dat wij daar voetballend verder in zijn. Ik had het erover in mijn radioverslag. Hoe kan het dat een wedstrijd zo kandelt? Is dat dan de verdienste van Nieuwkoop dan toch? Absoluut. We hebben in de rust aangegeven dat alles begint. Hè? Dat citeer ik elke week eigenlijk wel, maar met het winnen van je persoonlijke duels. We stonden de momenten soms op 2 meter te dekken, waarin ik zo zei, hè, van goh, let daar nou op, kom eerder in duels, zodat je die voorzetten misschien uit kunt halen. We hebben 2 goals gescoord en we hadden, vind ik, recht op een derde goal. Dat de speelwijsontwikkeling bij ons gewoon heel erg belangrijk is. En ik vind dat we vandaag, als ik weer kijk hoe een A-junior of 2 A-junioren eigenlijk invulling hebben gegeven aan de posities die vrijkwamen. Ja, fantastisch joh. Weet je, en daar geniet ik ook van als trainer. En dat was ook een compliment wat ik maakte zojuist in mijn groep. Nou, de aanvoerder bevestigde dat. Ja, weet je, dan kan het resultaat misschien even minder zijn. Maar het feit, vind ik, hoe wij deze week door zijn gekomen en invulling hebben gegeven aan de tweede helft van vandaag. Laten we daar maar even op houden. Chapeau. Prima, dankjewel.